Dank u. Goedenavond allemaal. Dit is een plek waar gespeeld moet worden. Dat bewees de vorige act zo net al. Dus ik stel voor dat ik een beetje ga spelen met ideeën rond de radicaliserende mens, als dat goed is voor jullie. Het doel van mijn bijdrage is om te laten zien dat radicalisering een atypisch probleem is dat niet enkel met typische antwoorden voor de handliggende strategieën kan worden bedwongen. Denk bijvoorbeeld aan de harde aanpak van rechts of denk aan de arbeidsmarktparticipatie van links. Nee, radicalisering vraagt om atypische antwoorden die meer met politieke betekenisgeving te maken hebben en waarvan de aanzetten in het hart van het sociale domein te vinden zijn. Dat is het goede nieuws. En wat ik zeg is gebaseerd op 10 jaar wijsgerig pedagogisch onderzoek en ook empirisch onderzoek naar de radicaliserende mens, zoals het hier zo mooi op de affiche staat. Een belangrijk deel gebaseerd op gesprekken met jonge mensen die aangetrokken worden door radicale opvattingen, die aangetrokken geworden zijn en daar terug uitgestapt zijn, met hun ouders, met leerkrachten en met jongerenwerkers en zeg maar allemaal mensen die er dichtbij hebben gestaan en die ons erg hebben geholpen met dit soort onderzoek. En als u nu denkt, de tv doet niks, dat klopt, want ik heb geen plaatjes meegebracht vandaag. Waarom? Omdat ik ervan overtuigd ben dat de beelden eigenlijk bij u bekend zijn. Als we allemaal onze ogen sluiten en we kijken met ons geestesoog terug naar de voorbije zomer, de zomer van de angst. En ik hoef maar een paar locaties te noemen. Parijs, Orlando, Brussel, Istanbul, Nice, maar ook Aleppo, Bagdad. Waarschijnlijk ben ik dan niet de enige die een soort steen in zijn maag voelt. Dus die beelden die hebben we allemaal. Maar niet alleen de beelden, ook de uitspraken zijn ons bekend. Dus hou nog even die beelden vast, hou misschien ook nog even de ogen dicht. En dan ga ik een aantal uitspraken doen en ik wil graag horen, ik wil eigenlijk graag zien en graag licht van de lichtman, wie het niet eens is met een van de volgende statements die nu volgen. Het eerste statement is, we moeten radicalen harder aanpakken. Wie is daar niet mee eens? Maak ik even licht in de zaal? Kan dat niet? Wat raar. Bij ons thuis is dat gewoon zo'n knopje aan de zin. Jammer, ik heb het niet kunnen zien. Twee, het geweld heeft niks met onze beschaving te maken. Wie is daar niet mee eens? Oké. Drie, we hebben geen lessen te leren van extremisten. Wie is het daar niet mee eens? Oké, toch wel wat wijfelende vingers. Oké, waar het vooral om gaat, ja, ik kan geen telling doen, maar waar het om gaat is, die beelden zijn ons niet alleen bekend, maar die uitspraken ook, is het niet? En uiteraard hebben die beelden invloed op onze overtuigingen over deze kwestie. En toch zal ik laten zien dat elk van die drie statements problematisch zijn als we radicalisering slim willen aanpakken. Als ik aan radicalisering denk, dan zie ik de beelden van mijn onderzoek. Dan zie ik de jongens en meisjes die extremistische opvattingen gaan omarmen op het moment dat ze in het nauw komen. En daarover niet terecht kunnen bij hun ouders, niet terecht kunnen bij docenten, niet terecht kunnen bij hulpverleners, maar wel bij extremisten. Die eerst nog eens lekker hun slachtofferschap gaan voeden en dan vervolgens een heroïsche toekomst beloven. Met de mogelijkheid om ook nog eervol een eind te maken aan hun eigen ellende. Maar ik zie ook, en ik zag hem gisteren nog, een jongerenwerker, Melvin uit Arnhem, die 12 stagiairs heeft lopen, terwijl hij eigenlijk maar plek heeft voor 2. Ja? Maar hij doet dat omdat hij de jongeren perspectief wil kunnen bieden. Ik zie Christa in Berlijn die non-stop scholen bezoekt, met projecten rond expressie en identiteit in de lastigste wijken, waar ze werken via strips en via rhymes, hip-hop rhymes, om die jongeren zich te laten uitdrukken wie ze zijn. En ik zie Yassin. Ik zie Yassin in Antwerpen, die zelfs een hele nieuwe schoolidentiteit mee heeft helpen bouwen, waarin elementen vanuit wetenschap, religie en kunst elkaar in evenwicht houden. Kortom, ik zie
andere beelden dan de meeste van ons wanneer ik denk aan dat thema van terreur. En wat ik daarmee wil zeggen is dat radicalisering op vele plekken uitdagingen creëert, ook als het niet altijd tot terreur leidt. En dat is niet het minst in gezinnen, op scholen of in de jeugdzorg. En die uitdagingen waar elke dag veel professionals keihard mee aan de slag gaan, zonder dat ze de headlines halen. Die halen ze alleen als het misgaat. Nu, welke atypische principes blijken nu werkzaam in die domeinen? Ik noem er 3. Ten eerste empathie. Dat is al wat anders dan de harde aanpak. Als je geradicaliseerde jongeren interviewt en terugkijkt, dan noemen ze heel vaak de hypocrisie van de maatschappij. Die wilden ze aan de kaak stellen. Zij werden gezien als bedreiging voor de veiligheid. Terwijl in de gezinnen of de wijken waarin ze opgroeiden, eigenlijk zelden sprake was van sociale veiligheid. My life was already radical, zegt een van onze Britse respondenten hierover. En dan heeft het dus over haar leven voorafgaand aan toetreding tot de radicale groep. En ze doelt daarin niet op dat ze religieus geïndoctrineerd werd thuis. Nee, ze doelt erop dat er huiselijk geweld was, dat er misbruik was en dat er familiale ellende was die we ons allemaal niet kunnen voorstellen. Voor zo iemand, dames en heren, is radicalisering geen probleem, maar een oplossing. De tweede uitspraak, of het tweede principe, pardon, is inclusie. Als we zeggen het heeft niks met ons te maken, denk dan aan het volgende. Het gaat zelden om individuen die graag gezien zijn in de gemeenschap of een status hebben in de wijdere samenleving. Het gaat meestal aan mensen die aan de rand zitten. En sommige mensen worden van dat zich op de rand ophouden, dat die het marginale bestaan, worden er zelfs ziek van. Daar is bewijs voor. Depressies en psychosomatische klachten zijn het hoogst bij burgers die zich niet in de gemeenschap, maar aan de rand ervan ophouden. Dus deze mensen zien zich eigenlijk letterlijk buiten de orde geplaatst, waardoor de orde in hun hoofd afneemt en letterlijk raken ze eigenlijk disordered. Als we dan, na aanslagen, nog meer gaan hameren, dat we nog meer westerse waarden erin moeten rammen en de zaak voorstellen als een clash of civilizations, ja, dan neemt de vervreemding enkel toe. En dan kan het snel gaan, want laten we niet vergeten, IS is het enige uitzendbureau waar jongeren met een niet-Nederlandse achternaam in het voordeel zijn. Een derde principe is wat we agency noemen. Een beetje lastig te vertalen, maar het is het idee dat je een verschil kan maken in je leven. Ik zei het al, veel mensen denken dat we geen lessen te leren hebben van de extremisten. En dat is waar natuurlijk, op het gebied van de mensenrechten, op het gebied van de bescherming van religieuze minderheden, uiteraard. Maar misschien hebben we wel lessen te leren over het winnen van de hearts and minds. Scott Atran, een van de onderzoekers die al het langst hiermee bezig is, zegt: IS is niet enkel een uitzendbureau, maar de grootste en de meest dynamische tegenculturele beweging van onze tijd. Ja? Die extremistische strategie spreekt jongeren aan op hun idealen en is erop gericht om hen te betrekken bij grote conflicten die ergens over gaan, over de geschiedenis, over de toekomst van de wereld, van de planeet. En internet vaagt al de grenzen weg tussen micro-leed en tussen macro-onrecht. Trainingskampen in Jemen of in de Ardennen transformeren aan de lopende band losers tot heroes in enkele weken tijd. En daar ligt de uitdaging. Hoe kunnen wij leren van die jihadisten hoe je die hearts and minds van hedendaagse jongeren terug kan winnen? En dan moet je de vraag stellen, zijn wij op de goede weg met een beleid dat gericht is op CVE? Kent iemand die term, CVE? Zijn er specialisten in de zaal? Countering Violent Extremism. Dat is eigenlijk de paraplu waaronder heel veel onderzoekers en beleidsmakers dit probleem proberen te benaderen. Het is eigenlijk een wetenschap en beleidstak die probeert om los juist van die sociale vraagstukken die eronder liggen, om radicalisering en terrorisme als probleem op zich te bestrijden. En het suggereert daarbij heel sterk een soort technocratische oplossing voor een politiek-maatschappelijk vraagstuk. Het maakt bijvoorbeeld gebruik van counter-narratives. Dat zegt u vast wel iets. Dat zijn pogingen om effecten van propaganda en recrutering tegen te gaan aan de hand van tegenboodschappen. Meestal in de zin van, trap er niet in. Want ze houden je voor de gek. Daarbij gaan ze heel vaak voorbij aan het feit dat IS voor veel jongeren al het counter-narrative is. Want het is al dé reactie op een samenleving waar ze de rug naartoe gekeerd hebben. Een ander element wat in CVE vaak terugkomt, is het
doel van de deradicalisering. Overheidsprogramma's die erop gericht zijn om radicaliteit weg te nemen. Alsof je het kan uitsnijden met een mesje en op die manier de jongens herprogrammeren. Er is wel één detail. Tot nu toe zijn er eigenlijk nauwelijks methoden gevonden die aantonen dat dat überhaupt kan. Het is vooralsnog een abstractie, een wens, een droomgedachte, maar geen realiteit. Dus CVE geeft het gevoel dat we het onder controle kunnen krijgen, maar niet veel meer dan dat. En wat ik al zei, radicalisering wordt door onze respondent in elk geval niet gezien als een probleem, maar juist als een oplossing voor hun problemen. Dus een programma gericht op deradicalisering wordt dan ook gezien als een obstakel om tot een oplossing te komen. En de vraag is of dat werkt bij jongeren die juist een transformatie willen doormaken. Het is niet voor niks dat ze allemaal een nieuwe naam aannemen. Dat ze allemaal Abu dit en Abu dat worden. Ja? Ze willen juist iemand anders worden. Oké, we moeten dus goed, ondanks het geweld en de beelden die we in ons hoofd hebben, goed oppassen met alles in het teken te stellen van het voorkomen van radicalisering. Natuurlijk, we zijn het er allemaal over eens dat extremisme niet thuis hoort in een democratie, maar door heel erg te drukken, te benadrukken dat je radicalisering wil voorkomen, maak je het misschien net heel interessant voor jongeren. En ik onderzoek nu of we ons niet beter kunnen richten op wat ik noem re-radicaliseren. Daarmee bedoel ik de energie erkennen die sommige jongeren blijkbaar in zich hebben om verandering na te streven en daarmee aan de slag gaan in plaats van zulk gedrag meteen te signaleren, te outsourcen, te criminaliseren. Re-radicaliseren is voor mij ook het radicale alternatief vanuit de samenleving zelf organiseren. En zo neem je eigenlijk de unique selling proposition van die extremisten weg. Namelijk dat zij het enige radicale alternatief vormen. Dat is ook wat Atron eigenlijk bedoelde. En ja, waar heeft dat dan mee te maken? Dat heeft veel te maken met instituties in onze samenleving, die eigenlijk van nature de kanalen vormden voor iemands engagement. Denk aan politieke partijen, religieuze groeperingen, scholen. De vraag is, in hoeverre dragen die nu bij om alternatieven te bieden op dit moment voor jongeren die misnoegd zijn, gefrustreerd zijn, die eigenlijk behoefte hebben aan zo'n transformatie? Wel, ik denk dat we daarin meer kunnen doen. Hoe kunnen we ze leren dat conflicten erbij horen, dat je die kan leren uitvechten zonder dat je je tegenstander hoeft te vernietigen? Hoe kunnen ze leren dat er zoiets is als vreedzaam vechten voor je idealen? Dat betekent niet plat op je buik gaan en je volledig onderwerpen aan wat iemand anders van jou verwacht. Nee, dat gaat er juist om dat je ziet waar je voor staat, zonder dat het betekent dat het ten koste gaat van iemand anders. En dat democratie eigenlijk in wezen gaat over die verschillen. Over het oneens zijn met elkaar en over het strijden voor ideeën binnen de lijnen van de wet. Wel, re-radicaliseren op die manier is niet gericht op een counter-narrative. Is gericht op een counter-experience. Een democratische ervaring. En daarin is aandacht voor wat achter radicalisering ligt. Daarin worden lessen geleerd van de extremisten. En daarin wordt samengebouwd aan heuse trainingskampen voor de democratie. In dat proces ervaren deelnemers dat democratische project hen nodig heeft. Niet omgekeerd. Dat zonder hen als actieve deelnemer minder waard is. Dus eigenlijk het tegenovergestelde van zeggen, rot maar op. Pleur op, wat was het allemaal? Ik ben daar niet zo goed in als Vlaming om dat na te doen. Tot slot, ik denk dat jongeren het recht hebben dat wij oprecht met hun aan de slag gaan op deze kwesties. En dat is niet soft in het licht van terroristische dreiging, dat is juist het werk wat we het hardst nodig hebben. En eigenlijk speelt hier een vrij eenvoudige wet uit de sociale wetenschap, de sociale beleidsinzichten. Wil jij dat mensen minder problematisch gedrag vertonen? Wel, dan focus je beter niet te veel op datgene wat je wilt tegengaan. Nee, wat je dan beter doet, is investeren in een rijker aanbod van alternatieven, wat uiteindelijk tot wenselijk gedrag zal leiden. Dus tot slot, beste mensen, volgende keer als iemand weer een van die drie uitspraken doet, kloppend op de borst vaak, hè, we moeten sterker ingrijpen, we hebben geen lessen te leren. Wat was de derde? Het heeft niks met ons te maken. Vergeet dan niet om misschien even de ogen te sluiten, terug te denken aan deze mooie bijeenkomst.
uw hand op te steken en uw medemens erop te wijzen dat er wel degelijk wetenschappelijk onderzoek is wat in een andere richting wijst. Ik zei het al, geen typische oplossingen voor een atypisch probleem, alstublieft. Dank u wel.